Meneer Remkes, hoe is het gegaan? Goedemiddag. Wij hebben een aantal uitstekende gesprekken met elkaar gehad. Maar wat complicerend heeft gewerkt, dat is wat er zich donderdag en vrijdag in Den Haag heeft afgespeeld. Dat heeft de gesprekken wel bemoeilijkt, maar heeft op zichzelf aan de kwaliteit van de gesprekken ook weer niet veel afgedaan. Het probleem is verder dat er, zoals bekend, aanstaande dinsdag Prinsjesdag is. En dat er woensdag en donderdag de algemene politieke beschouwingen zijn. Dus wij hebben met elkaar geconcludeerd dat we nog niet uitgesproken zijn. Het gesprekskader is nog steeds hetzelfde, namelijk de motie van de Kamer en het eindverslag van informateur Hamer. En wij spreken volgende week maandag verder met elkaar. De opdracht is of en hoe uit de drie. En in de conclusies van informateur Hamer staan ook nog passages over goede relaties naar de andere partijen uit het brede politieke midden. Laat ik het zomaar formuleren. Ja, nee, maar we weten dat D66 een zo progressief mogelijk kabinet wil. Dat is met deze twee natuurlijk niet mogelijk. Dus is er nu die wil om met z'n drieën verder te gaan? Daar is zeker over gesproken en daar zijn we nog niet over uitgesproken, zoals gezegd. Ja, dat is ook slecht nieuws voor Nederland, want Nederland zit te wachten op een kabinet. Zeker nu die demissionaire periode zo lang duurt. Ja, en wij zitten daar ook op te wachten, maar ik heb u de complicaties net aangegeven. Wat zijn die complicaties? De complicaties waren, maar ik kan me niet voorstellen dat u dat ontgaan is, dat er een motie is aangenomen in de Kamer, een motie van wantrouwen, als gevolg waarvan twee ministers zijn afgetreden. En dat heeft ook nog wel even wat heel veel politieke pijn. Hoe uit zich dat dan? Veroorzaakt. En dat moet u de desbetreffende hoofdrolspelers zelf vragen. Maar die pijn is er. En dat is ook heel voorspelbaar. Maakt u zich zorgen, meneer Remkes, of het gaat lukken? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als ik vol overtuiging was dat dit allemaal zou gaan vliegen, dan had ik hier iets anders gestaan. Natuurlijk maak ik mij daar zorgen over. Ik vind ook dat het te lang duurt. Maar op zichzelf zijn de redenen van die lange duur zijn heel plausibel. Want de minister-president moet volgende week vrijdag ook nog naar New York. Dus dat zijn gewoon agenda-technische hinderpalen. Zeer bedankt. Goedemiddag. U heeft zojuist tegen de informateur al gesproken. We hebben heel intensief gesproken. Ik moet zeggen, de sfeer was meer dan uitstekend. Maar het is ook ingewikkeld of en hoe je uit deze drie partijen een stabiel kabinet kunt vormen. Dus daar zijn we nog niet mee klaar. Dat gaat ook verder. De komende dagen is natuurlijk vreselijk druk. We hebben algemene beschouwingen. Prinsjesdag, algemene beschouwingen. Ik zit zelf in New York daarna. Dus dat zal waarschijnlijk zondag, maandag over een week zijn. Intussen zijn er natuurlijk allerlei informele gesprekken. Het tweede wat we hebben afgesproken is dat Sophie Hermans vanuit de VVD de komende dagen ook met steun van D66 en CDA in het brede politieke midden ook gaat kijken wat is er mogelijk richting de algemene beschouwingen. 2022 wordt een heel belangrijk jaar. Dus hoe kunnen we ook met de partijen in dat brede midden, zoals Mariette Hamer dat zo mooi heeft genoemd in haar verslag, met die partijen in dat brede midden komen tot afspraken die dan ook zichtbaar worden bij die algemene beschouwingen aanstaande woensdag en donderdag, zodat de begroting van 2022, waar natuurlijk al heel veel in staat, maar dat die nog meer een antwoord geeft ook op de grote vraagstukken die volgend jaar aan de orde zijn. Dus dat is ook echt een besluit wat we genomen hebben. Dus daar zal zij met steun van VVD, D66 en CDA de komende dagen mee bezig zijn. U heeft het volgens mij van de anderen ook al gehoord. We hebben intensieve, goede gesprekken gevoerd. Vorige week was in politiek opzicht en voor mij persoonlijk ook een heftige week. Daar hebben we natuurlijk ook aandacht voor gehad. En voor iedereen heeft het ook weer onderstreept hoe belangrijk het is dat er een vruchtbare samenwerking is met de Staten-Generaal. Zeker het politieke midden. En dus we hebben nog niet een eindconclusie over de aanbeveling en de motie of en hoe een minderheidsregering gevormd zou kunnen worden in goede samenwerking met de Staten-Generaal. Dat wordt vervolgd. U heeft al gehoord van de plannen ook van deze week. En de APB, de Algemeen Politieke Beschouwingen, zijn een belangrijk moment
om te kijken hoe we ook de begroting 2022 echt kunnen vullen met wat beleidsrijke initiatieven die belangrijk zijn voor het land. Ja, want werkt de huidige demissionaire coalitie eigenlijk nog wel als u nu zo uitdrukkelijk op zoek gaat naar steun bij andere partijen? Het is altijd goed om bredere samenwerking te hebben. Zeker in een tijd van een gefragmenteerd en gepolariseerd politiek landschap. Dag meneer Hoekstra. Goedemiddag allemaal. Is er voortgang geboekt? Gaan we nu snel naar een kabinet? Nou ja, we hebben natuurlijk echt een hele lastige week achter de rug met z'n allen. Deze partijen, maar ook wij allemaal in de politiek. Tegelijkertijd hebben we goede gesprekken gehad dit weekend. Goede intensieve gesprekken over of en hoe. Zoals dat ook in het rapport van Hamer staat. We zijn niet klaar, maar ik ga ook met, laat ik zeggen, gematigd optimisme ga ik hier weer weg.